Ik ben Yara, ik werk als dierverzorger bij het BPSC. Alleen werk ik niet in de FOK, maar in het onderzoeksgebouw waar de meeste studies plaatsvinden. Gaan jullie mee? We zijn hier op een van de vleugels in OG, het onderzoeksgebouw. De vleugels bestaan uit allemaal losse stallen, waar zitten hier 7 op een gang. Er is ruimte voor 12 apen in 1 stal. De apen zitten allemaal in duo gehuisvest, in tegenstelling tot de FOK, waar ze in grote familiegroepen zitten. Hier zitten ze in duo's. Dat is omdat hier de meeste experimenten plaatsvinden en ze dus regelmatig nodig hebben voor bijvoorbeeld bloedafnames en dergelijke. En dan is een kleinere ruimte makkelijker om je apen te observeren en apart te zetten voor handelingen. Het voeren gaat iets anders dan bijvoorbeeld in de FOK. Omdat de dieren hier in duo's zitten en niet naar buiten kunnen, hebben ze natuurlijk veel minder prikkels dan wanneer ze in grote familiegroepen zitten. Daarom hebben wij in OG 4 voorrondes om ze eigenlijk heel de dag door verrijking te kunnen geven. En 's ochtends krijgen ze eerst hun groente, dan kunnen we ze ook goed observeren en controleren of er niemand gewond is en dergelijke. In de loop van de ochtend krijgen ze hun brokken en dan zijn ze daar weer lekker mee bezig. 'S middags krijgen ze voedselverrijking, dat kan zijn wc-rolletjes, boeken, takken, in ieder geval iets wat waar ze lekker aan kunnen knagen en mee bezig zijn. En aan het eind van de dag krijgen ze weer fruit. En dan zijn ze zo heel de dag, zien ze ons, dan hebben ze weer even een momentje van oh, er gebeurt iets. En daarna kunnen ze gewoon tot de volgende voerronde weer lekker bezig zijn in plaats van dat ze alleen maar voor zich uit zitten te staren. Ze krijgen elke dag dus de voedselverrijking, ze krijgen na het schoonmaken krijgen ze verrijking in de kooi. En dan krijgen ze ook nog speelgoed in de kooi en eind van de week ook speelgoed aan de kooi. En dat roleert met een schema zodat ze niet elke week hetzelfde speelgoed krijgen. Dat de uitdaging er dus een beetje in blijft zitten. Eigenlijk heb je 4 compartimenten, 2 boven en 2 onder. En in de onderste compartimenten zitten de zaagsellades. Het zaagsel is uiteraard om alle vuiligheid op te vangen, maar ook dat de apen erin kunnen fourageren. Dat wordt natuurlijk vrij snel vies. Dus het belangrijkste is dat we de zaagsellades eruit halen, goed schoonmaken en elke week nieuw zaagsel erin in doen. En zorgen dat dat heel de week eigenlijk schoon blijft. Verder worden de kooien elke week gewoon gedrukt. Dus dan gaan ze echt in het sop. En eind van de week wordt er weer plekken geschept. Dus dat is eigenlijk de natte plekken uit het zaagsel gehaald. Zodat ze ook het weekend schoon zitten. In dit gebouw doen we heel veel onderzoek naar verschillende ziektes. Waaronder tuberculose, influenza en op dit moment heel veel COVID. Voor die studie moeten de dieren bijna dagelijks onder narcose gebracht worden. Waarna we bloed afnemen. Er worden keelswabs en neuswabs gedaan, zodat we het virus kunnen volgen. Ook worden er PET-CT-scans gemaakt, zodat we in de longen kunnen zien wat er gebeurt. De dieren moeten daarvoor van hun verblijf naar een andere kamer gebracht worden. En dat kan niet via de normale manier, omdat ze met COVID besmet zijn. Dus daar hebben we een andere gang voor en daar gaan we nu even kijken. We zijn hier op de vuile gang. Dat is eigenlijk een ruimte tussen 2 verschillende vleugels. Omdat boven de heftige studies worden gedraaid en de apen daarbij dus besmet zijn, kunnen we ze niet zomaar over de gang heen van kamer naar kamer verhuizen. We hebben bijvoorbeeld de transportisolator, de bubbel. Daarmee kunnen dieren makkelijk van stal naar een andere ruimte worden vervoerd over de gang. In dit geval gaan de dieren van stal naar de CT-kamer. Daar krijgen ze een scan. En vervolgens krijgt ze het virus ingespoten en gaan ze weer terug naar stal. En dan gaan we vanaf daar het virus mooi volgen in de dieren de komende dagen. Ik denk dat het onze belangrijkste taak is om te zorgen dat de dieren zo goed mogelijk leven hebben. Ook hier in het experimentele gebouw. De dieren hier hebben geen buitenverblijf, ze zitten niet in groepen zoals het in de FOK wel zo is. Dus het is belangrijk dat ze bezig blijven.
Nou zitten ze hier wel in duo's gehuisvest, dus met z'n tweeën, zodat ze elkaar kunnen vlooien en interactie met elkaar kunnen hebben. En ook de interactie met de dierverzorgers is eigenlijk ook een soort verrijking. Wij komen meerdere keren per dag binnen, hebben ze toch weer even een momentje van, oh, er gebeuren dingen. Ook geven we ze verrijking in de vorm van hooi of stro in de kooi, boeken die ze kunnen scheuren. Ook doen we ze af en toe trainen. En daarmee creëren we en een vertrouwensband met de dieren, zodat ze zich comfortabel voelen om dicht bij ons te komen, zodat we ze goed kunnen observeren. En het is voor hen ook weer een prikkeling. En daarnaast kunnen we de handelingen die we in de studies moeten doen ook met zo min mogelijk stress uitvoeren. Dus dat zijn allemaal dingen om te zorgen dat het voor die apen zo makkelijk mogelijk is en dat ze zo min mogelijk stress hebben. We werken heel dichtbij mee aan de studies die hier gaande zijn, op zoek naar een vaccin of een medicatie voor een bepaalde ziekte. En zolang er geen goede alternatieven zijn, is het van belang dat de dieren die dan gebruikt worden de beste zorg krijgen die mogelijk is. Als dierverzorger zijn wij verantwoordelijk voor het welzijn van die dieren en moeten daar ook voor opkomen. En dat is wat mij betreft de belangrijkste taak die wij hier hebben. Instinctief geven zij pas heel laat aan of ze ergens last van hebben. Dus wij als dierverzorger moeten heel dicht bij die dieren staan om elke kleine afwijking te kunnen zien. Om te zorgen dat de dieren zo min mogelijk ongerief hebben. Ik vind het heel belangrijk en heel mooi om die verantwoordelijkheid te hebben. Ik denk dat juist de liefde die wij voor dieren hebben ervoor zorgt dat we de beste zorg voor deze dieren kunnen geven.